Volgens mij bestaat Jesus Christ Superstar nou zo'n 40 jaar en we hebben 100 verschillende uitvoeringen wel gezien. Ik herinner me Paul Enens met dat kruis op de grond. En vorig jaar een Utrechts gezelschap waarbij Judas een luchtgitaar speelde. Misschien is het maar goed dat dit jaar Jesus Christ Superstar concertante is. Fantastisch goed geschreven materiaal. En ik ben alleen maar heel vereerd en blij dat ze mij hebben gevraagd of ik René wilde vervangen. Want daar komt het op neer. René van Kooten die doet het de 18e. En vanwege Zorro verplichtingen doe ik het de 19e. Nou, ik speel nog steeds hetzelfde ensemble lid, maar... ja, de club is zo goed en sterk bij elkaar. De mensen die vorig jaar zijn geweest, ik heb bijna alleen maar positieve reacties gelezen. Zo niet alleen maar positieve reacties. Dus ja, dat was voor mij de grootste stimulans om weer mee te doen en tijd vrij te maken. Ik kan me herinneren van 5 jaar geleden. Ik heb het een paar keer gezien. Volgens mij heb jij geen voorstelling zonder tranen verlaten. Dat klopt, ja. Ik was ook zelf verbaasd. Dat elke keer dan maar raakte het me zo erg dat ik toch wel tranen in mijn ogen had. Ja. Ik was hartstikke kapot na een show. Ja. Altijd toen ik thuis kwam dacht van jeetje, I'm just emotionally drained. Maar je voelt je wel satisfied, voldaan, ja, dat je zo in zo'n gave show zat. Ja. Maar inderdaad, ik heb gewoon 200 shows gedaan dat ik gewoon moest huilen. En iedereen zegt van, oh, probeer je dan te huilen? Of is dat nou wel echt? Ja. Het was gewoon echt. Want ik denk aan een actrice als ze huilt op toneel, dan hebben het mensen toch door als het niet echt is. Mm. Het kwam echt gewoon van de scène, van de emotie. Mag het even over? Mag het even over? Mag het even over? Herinner jij je nog de Paul Enens versie, jouw regisseur van dit moment? Ja, ja. Ja, ik weet dat ik was helemaal stil na afloop. Omdat ik vond vooral het einde heel sterk. Met die knuffels en die boeketten en zo. Wat heel erg verwezen naar nu natuurlijk. Ja. Ik moet eerlijk toegeven, het was in de Rai. En ik zat helemaal achterin. Niet de meest ideale zaal. Niet de meest ideale zaal. Maar ik weet wel dat ik echt stil was. En dat ik dacht, wauw, oh ja. Ik was ongelooflijk onder de indruk van Martin van der Starre en Casey Francisco. Ik merk wel dat die van ons het meest minimalistisch is, het meest symbolisch van alle versies. Daarom konden ook niet iedereen een soort relatie bouwen met de show. Als ze naar de show kijken, dan zeiden ze van, oh, het is zo vaag allemaal, zo symbolisch, zo van, er gebeurt helemaal niks. Want letterlijk was alleen maar één kruis op het podium. En wij hebben geen costume changes. En het gaat alleen maar echt om de mensen en het verhaal. Ik vond onze versie echt fantastisch. En Paul Enens is zo'n geweldig regisseur. Voordat je überhaupt op de vloer iets doet, gaat hij eerst gewoon urenlang met ons praten over de scène. Dus als je eenmaal op de vloer bent, dan ben je als acteur gewoon... Het klopt zo goed in je hoofd, dat gewoon... makkelijker is om te spelen. Ja, ik doe alleen maar dit. Ja, dat is een soort oneindige strot en inlevingsvermogen. Ja, ik vind haar fantastisch als zangeres en actrice. Het is een concertuitvoering. Ik kan me zo voorstellen een soort rock-popconcertopstelling. Toch heb ik een hele goede herinnering aan het acteren in Jesus Christ Superstar. Ga ik dat missen? Nee. Wat we vorig jaar hebben gedaan is inderdaad de concertante vorm. En dat heeft in zich dat je microfoonstandaard hebt. We staan allemaal naast elkaar. We hebben monitoring. We hebben een enorme goede band achter ons zitten. En we gaan echt de beuk erin gooien. Maar de intentie waarmee we het doen is zo vol overgave dat je dat niet gaat missen. Ja. Dat beloof ik je. We zijn niet per se aan het bewegen op toneel. Maar je vertelt nog steeds hetzelfde verhaal. Je vertelt het met je stem. Je vertelt het met je beleving. Het is muziek die neemt je mee. Die kan je niet
dan kan je niet, daar ga je gelijk bij fantaseren. Dan heb je gelijk een beeld en gevoel. En dat heb ik bij Gethsemane op school had ik dat ook. Als ik dat in een zangles zong, gewoon in mijn kloffie om 9:30 's ochtends in een lokaal. Ja, dan neemt die muziek neemt je mee naar die plek. Dus daar heb je geen decor of kleding voor nodig. We hebben echt supergoeie mensen, vind ik. Ik luister heel graag naar mijn collega's. En dit jaar wordt het ook hetzelfde. Het is bijna hetzelfde mensen. En met de additional andere nieuwe mensen erbij. Maar we hebben super lol gehad. Het is een show dat we graag gewoon elk jaar zou willen doen. Ja. En misschien steeds groter aanpakken. We gaan het zien. Helemaal zwaar, next to normal. Ja. En vooral ook omdat musical fans met argusogen natuurlijk naar de Nederlandse versie kijken. Gabe ga je spelen, ja. De zoon. Ja. Ja. Heb je hem al gezien ooit? De grap is dat een hele goede vriendin van mij, die was in New York. Nou, 2-3 jaar geleden geloof ik, toen dat net daar speelde. Ik had er nog nooit van gehoord. Hmm. En ze had de show net gezien en ze belde mij op. Ze zei, ik heb nou iets gezien en daar zit iets in en dat moet jij doen. En toen heb ik de cd via iTunes een jaar later, geloof ik, gekocht en gaan luisteren. En dacht ik, wauw, waanzinnig. Toen naar New York gegaan, de voorstelling gezien. Op de première van Volendam zag ik jou nog wat verloren rondlopen. Maar inmiddels speel je 100% in Volendam. Ja. De rol van Klaas. Ja, klopt. Het is in ieder geval wel leuk om nu met de club alle voorstellingen te kunnen spelen en je rol te kunnen ontwikkelen. Ik heb natuurlijk niet gerepeteerd. Ik heb 2 doorlopen gehad en daarna meteen op. Dus meteen voor het publiek. Dus de enige mogelijkheid om dingen uit te proberen is nu op het toneel met het publiek erbij. Ja. En dat doe ik nog iedere avond vol overgave. En begreep je waarom die vriendin van jou zei, dat moet jij doen? Nou ja, dat is ook omdat ze mijn smaak wel kent. En het is heel erg naar mijn smaak. Ja? En ik snap in die zin wel een jongere, vokaal, tenor, et cetera. Maar goed, ik heb het geluk en de eer dat ik het mag doen. Maar dat is niet zo dat ik de enige in Nederland ben die dat zou kunnen spelen. Maar ik ben wel ongelooflijk blij dat ze het gaan doen. En ik vind het heel erg dapper. En ja, dat zijn van die voorstellingen. Ik zag Spring Awakening, de première. Daar was ik ook helemaal van weggeblazen. We moeten het ook in die hoek plaatsen, zo'n beetje. Ja, ja, maar dan gaan we niet toch in de Lamar. We gaan wel een tour doen. Maar ja, we zijn met 6 mensen. En een combo van nou, hooguit 4-5, denk ik. En that's it. Geen poespas, geen toeters en bellen. En dat is, vind ik, als acteur en zanger, ja, zijn dat hele interessante projecten. Krijgen we weer een nieuwe musical en ik moest meteen denken aan jou. Miss Saigon. Ja! Soms word ik wakker, tastend naar hem. Ik hoor mijn schaduw langs mij gaan. Ik denk niet dat het raar zou zijn voor mij als ik naar een nieuwe Kim zou zien. Omdat ik dan haar zo gun. En ik heb gehoord dat Nayeon toch? Ja. Een ontzettend goede performer is. En ja, ik ben heel benieuwd naar haar versie. En ik hoop dat Linda en ik en Sistine samen zitten in de zaal. Dat zou wel leuk zijn. Echt, ja, ik voel me toch wel een beetje ouder. Niet oud, maar wel ouder. Nee, om dat te kunnen spelen, ik denk niet dat iemand mij zou geloven als ik zeg, ik ben hier nieuw en ik ben 17. Dan denken de mensen van, yeah, whatever. Dus nee, it's time for the new generation. En zij gaat het echt super doen. Dankjewel. 18 en 19 april zien we jou als Maria Magdalena. Ja, te gek. Ik ben erbij. Nou, leuk.